Waarom moet er buitenaards leven zijn in de buurt van Jupiter? Dit is de Universiteit van Nederland. Nou, dit laatste college in deze reeks gaat over de vraag die heel veel mensen bezighoudt. Van, is er buitenaards leven? En niet alleen maar heel ver weg in ons zonnestelsel, waarbij we alleen misschien radiocontact zouden kunnen hebben. Niet eens contact, maar eenzijdig contact. Dat we alleen maar kunnen horen dat er iets is. En dat zou dan intelligent leven moeten zijn natuurlijk. Maar het zou zo mooi zijn als ook binnen ons eigen zonnestelsel er op een andere planeet of maan leven zou zijn ontwikkeld. Want daar kunnen we namelijk heen met robotverkenners. En dat is eigenlijk het centrale punt waarom in de laatste 10, 15 jaar planetaire exploratie zo enorm is gegroeid en geëxpandeerd. Ook in Nederland, moet ik zeggen. We hebben gezien bij de maan, of we weten eigenlijk al heel lang, dat de maan geen enkele vorm van leven ooit heeft gekend. Dus die kunnen we afschrijven. Ik ga het niet hebben over Mars. Daar is heel veel over bekend. Ik wil er één ding over zeggen. Bij Mars wordt voornamelijk gezocht naar fossiel leven, niet naar bestaand leven. En een van de belangrijkste zaken die vaak vergeten worden, wat erg belangrijk is bij leven, is niet alleen maar water, bouw- en voedingsstoffen en energie, maar met name ook tijd of stabiliteit en heel lang tijd en stabiliteit. Wellicht wel miljarden jaren. En we weten zeker dat dat bij Mars niet het geval is. Wellicht heeft Mars in de begintijd een atmosfeer gehad, maar is er vrij snel van gegaan. Waarschijnlijk omdat het magneetveld eigenlijk heel snel verdween. En als het magneetveld verdwijnt, dan is eigenlijk de atmosfeer gaat heel snel stuk. Die verdampt in de ruimte. Maar bij Mars gaat het dus voornamelijk om het zoeken van gefossiliseerd leven. Waar ik naar op zoek ben, is naar bestaand leven, nu nog leven, wat we kunnen aantreffen. En de beste mogelijkheid daarvoor is dus niet Mars, maar is waarschijnlijk een van die ijsmanen. En laten we daarom eens even gaan kijken naar het systeem van Jupiter, wat het dichtstbijzijnde systeem is wat ijsmanen heeft. En dat systeem dat is bezocht door verschillende planeetverkenners. Zo, u ziet hier de Voyagers. Een van de twee Voyagers die langs Jupiter is gescheerd en die in begin, eind jaren 70 alweer, begin jaren 80, de eerste foto's van die ijsmanen naar ons toe hebben gestuurd. En dat bleken werelden te zijn die we ons eigenlijk niet konden voorstellen. We hadden gedacht dat dat bollen van ijs zijn, verder helemaal niet interessant. En sommige sterrenkundigen zeggen zelfs van die planeten zitten alleen maar in de weg voor de sterren die we willen bekijken. Toentertijd ontstond er een heel ander idee over die manen van Jupiter. En het maantje is helemaal goed bezocht en in beeld gebracht door de eerste robotverkenner die in het systeem is gebleven. Want Voyager is er langs gescheerd. De energie was veel te hoog om het te stoppen. En zoals u weet is de Voyager zelfs het eerste ruimtevaartuig wat ons zonnestelsel heeft gelaten. Aan de Voyager, aan de Voyager zit ook een plaquette. Dus men ging er begin jaren 70, eind jaren 70, begin jaren 80 toch wel vanuit dat verder weg in het heelal, als we de sterren zouden bereiken, leven is. En dit is een soort van eenvoudige kaart om te laten zien van waar deze planeetverkenner vandaan komt. Daar is leven en het leven ziet er zo uit, man, vrouw. En u kunt dat zelf interpreteren. Ik weet niet of u, als u op een verre planeet zou zitten en u ziet dit, dat u meteen weet wat het is. Er zit ook nog een grammofoonplaat bij, een LP. En als ik kijk wat wij nu hebben aan afspeeldingen, dan vraag ik me af of dat wij zelf nog wel zouden kunnen afspelen. Maar goed, er zit dus geen afspeelder bij.
Maar hoe primitief het ook is, het toont aan dat de NASA in ieder geval, dat is een planeetverkenner, dat hij wel degelijk ervan uitging dat verder weg in het heelal, dat er wel degelijk mogelijk zelfs intelligent leven is. De Galileo-missie, die is veel recenter, die is in het eind van de vorige eeuw, begin deze eeuw, dus zo'n 15 jaar geleden heeft hij de metingen gedaan, is in het systeem zelf gebleven en heeft daar rondvluchtjes gemaakt, iets van 5-6 jaar lang. En heeft de manen van Jupiter, wat u in het volgende plaatje ziet, heel goed in beeld gebracht. En die manen van Jupiter, dat zijn 4 hele grote, er zijn ook een heleboel kleine maantjes. Maar die 4 grote, dat heette dan ook niet voor niets de Galileese manen, die zijn al door Galileo ontdekt. En die zijn van links naar rechts Io, Europa, Ganymedes en Callisto. En Ganymedes is het grootste maan, de grootste maan in ons zonnestelsel. Dat linker maantje, overigens, dat is helemaal geen ijsmaantje. Integendeel, dat is het vulkanisch meest actieve maantje wat we kennen in ons zonnestelsel. Sterker nog, het meest vulkanisch actieve object in ons zonnestelsel. Het is 1 grote vulkaan. Dit is een van de foto's die Galileo heeft genomen. En u ziet daar aan de einde, ziet u een actieve uitbarsting van een vulkaan. En ik kan u verzekeren dat dit bijna dagelijks gebeurt. Het is 1 groot vulkanisch gebied. Maar het is daar verschrikkelijk koud. Dus hoe kan het nu dat een maantje wat zo ver weg is, wat eigenlijk een ijsmaan zou moeten zijn, dat het juist het hele omgekeerde is? Dat het een zeer vurig iets is. Of vurig in de zin van ontzettend veel magma, lava, heel, heel actief. Waar komt die energie vandaan die dat levert? Nou, om dat een beetje duidelijk te maken, moet u even kijken naar het volgende animatietje. Ik hoop dat het in beeld verschijnt. En dat heeft alles te maken met de ellipsvorm van dat maantje rond Jupiter. En als je een ellipsvormige baan hebt, ik hoop dat dat enigszins duidelijk is. Als het maantje verder van Jupiter, het gele object, afstaat, dan beweegt het langzamer, simpelweg omdat de zwaartekracht geringer is. En komt het dichter bij dat maantje of bij Jupiter te staan, gaat het sneller. Maar dat maantje, Io, draait 1 keer om zijn eigen as, terwijl die een evolutie voltooit rond Jupiter. Oftewel, als het een perfect cirkelvormige baan zou zijn, zou telkens dezelfde zijde van dat maantje naar Jupiter gekeerd moeten zijn. Net zoals bij de maan. Wij zien vanaf de aarde de achterkant van de maan nooit, omdat de maan 1 keer rond zijn eigen as draait, als die een hele ronde rond de aarde heeft voltooid in een maand. Dan krijg je dat, en dat heet libratie, dat dat maantje een beetje aan het schudden is. En als een maantje schudt, niet alleen maar in deze richting, maar ook in de andere richting, in een extern zwaartekrachtsveld, dan wordt het gekneed en verwrongen en op allerlei manieren vindt er dan energieoverdracht plaats. Oftewel, dat maantje wordt verhit. Nou kan ik dat natuurlijk ook niet live hier doen met zo'n maatje, maar ik heb een heel leuk analoog iets. En u heeft allemaal een paperclip gekregen. En dat kunt u prachtig demonstreren, of dat kan ik prachtig demonstreren aan de hand van een paperclip. Dus ik wil u vragen die paperclip even te nemen. Het is geen gevaarlijk experiment. Alhoewel, we zullen het wel zien. En wat ik u wil vragen is om die paperclip niet stuk te maken, maar om daar een hartje van te vouwen. Zo. Dus de 2 benen uit elkaar trekken en wat ik de brug noem om dat hier te doen. Dat eerste experimentje is, hou dat tegen uw bovenlip. En ja, u kunt dat al heel lang in uw handen natuurlijk hebben zitten opwarmen, maar ja, wat voelt u? Degenen die dat niet gedaan hebben. Koud, ja. Het is een metaal, heeft vrij elektronen en dat zorgt eigenlijk voor de koude hierin. Ja. Wat u nu moet doen is, en nu komt het gevaarlijke, dat is dat paperclip 5 keer heel snel zo bewegen en dan direct de brug tegen uw bovenlip aanzetten. Ja. Heeft iemand zijn bovenlip verbrand? Ja. Als u dat nog langer doorzet, en dat hoeft u niet zo heel erg lang te doen, dan zult u zien dat de 2 uiteinden uit elkaar breken. Ja?
Nou, dat is exact wat er nu gebeurt bij dat maantje Io, wat zich beweegt in die ellipsvormige baan. Dat wordt voortdurend gekneed door die zwaartekracht in dit geval. Dus bij u is het de kracht van uw handen. In het geval van Io is het die zwaartekracht. En dat zorgt ervoor dat dat hele maantje, vroeger was het misschien zelfs wel een ijsmaantje, maar al die elementen, water en zo, zijn er al lang vanaf. Dat ding dat blijft voortdurend opgewarmd worden. Dat heeft onder andere ook te maken met de beweging van die andere satellieten, maar daar ga ik even niet op in. Maar dat gebeurt dus ook, tenminste als ook die andere ijsmanen, met name Europa en Ganymedes, als die ook in een ellipsvormige baan zitten, gebeurt dus ook in het inwendige van die ijsmanen. En nou wordt het interessant. Want in het inwendige van die ijsmanen, als dat ook opgewarmd wordt, en ook een beetje door de druk van de buitenkant, betekent dat dat het ijs in het binnenste wel eens water zou kunnen gaan worden. En dat is ook wat gemeten is, niet direct, maar indirect door Galileo. Uitgerekend door de magnetometer aan boord, waarbij het magnetisch veld wordt gemeten, waarbij gevonden werd dat de metingen alleen verklaard konden worden als er zich in het inwendige een hele dikke waterlaag bevindt onder dat ijs. Dit is eigenlijk het beste model wat we heden ten dagen hebben voor het maantje Europa. En op het maantje Europa zijn allerlei verschijnselen te zien die ook een aanwijzing geven dat zich in het inwendige water bevindt. En in het volgende plaatje krijgt u een indruk van het oppervlak van Europa. En u ziet dat dat vol is met allerlei strepen. Het is ook een heel jong oppervlak. U ziet maar één vulkaan. En dat is rechtsonder in het midden, de een inslagkrater, de Twill-inslagkrater. Dat betekent eigenlijk, zoals je bij maantjes aan het oppervlak kunt zien, als ze weinig inslagkraters hebben, is het een heel jong oppervlak. Dus dat ijs aan het oppervlak wordt waarschijnlijk voortdurend vernieuwd. En je ziet ook die strepen, die breuklijnen, zoals ze genoemd worden. En als we wat inzoomen, dan ziet u dat sommige van die breuklijnen, je ziet dat heel erg goed in de onderste helft, een beetje naar links, dat sommige van die breuklijnen zijn gebogen. En dat zult u nooit of te nimmer op Antarctica aantreffen. Of nooit of te nimmer in een sloot als je ijs ligt. Dit is iets heel erg speciaals. Waarom komen er gebogen breuken in dat oppervlak van dat ijsmaantje voor? Nou, de enige reden die je hiervoor kunt bedenken, zijn er eigenlijk twee. Dat is dat de buitenste laag losgekoppeld is, de ijslaag van de binnenste vaste kernlaag, vaste mantellaag. En een andere mogelijkheid is dat het maantje een bepaalde baanontwikkeling meemaakt in dat inwendige. In ieder geval kunnen we hieruit afleiden dat je alleen maar, en dat is een artikel wat we een paar jaar geleden hebben gepubliceerd, dat je alleen maar dit kunt verklaren als zich onder het ijs een hele grote waterlaag bevindt. Hoe groot? Nou, enorm. En dat ziet u in het volgende plaatje, wat eigenlijk een representatie is van hoeveel water op dat ijsmaantje is. Rechts ziet u de aarde, links ziet u de maan. En dit plaatje moet u interpreteren alsof alle oceaanwater op aarde in een bol is samengebracht. En het lijkt een hele kleine bol te zijn. Het lijkt alsof er maar heel weinig water op aarde is. Maar het heeft eigenlijk te maken dat als je iets in een bol doet, dan afstanden gaan dan tot de derde macht. Als je alle water, een veel kleinere maantje Europa samenbrengt, dan ziet u dat alleen al in dit ijsmaantje de beste modellen die we hebben eigenlijk indiceren dat er alleen al in het ijsmaantje veel meer water is dan alle water in de oceanen op water. En als ik water zeg, bedoel ik ook echt water. Dus niet water in de vorm van ijs, maar echt oceanen. De huidige stand van zaken is zo dat vrijwel alle wetenschappers die zich hiermee bezighouden ervan overtuigd zijn dat je een gigantische oceaan hebt onder Europa. Ik denk niet dat we hoogontwikkeld leven zullen vinden, want het is daar hartstikke donker. Maar je hebt hier alle ingrediënten aanwezig die je niet hebt op Mars, voor de vorming van leven. En ik denk in de toekomst, en dat is eigenlijk maar één manier, of een harde manier om aan te tonen dat er leven is, dat is dat je een lander neerzet en in die lander dat je door het ijs heen gaat, met een duikboot gewoon gaat kijken. Dan heb je geen enkele
onzekerheid meer. Terwijl als je gaat kijken, wat vinden we nou aan het oppervlak, aan elementen, en is dat ook van leven van belang, blijft altijd indirect. Dat zal niet heel snel gaan gebeuren. De eerste missie die op stapel staat is de Jupiter Icy Moons Explorer van ESA. In de Verenigde Staten is men bezig met een Clipper-missie te bedenken. Ik ben bij beide betrokken als co-investigator van instrumenten. Maar echt landen op dat maantje, dat zal nog wel een tijd duren. En ik hoop dat ik het zelf nog meemaak en dat u dat ook meemaakt. Dat we, nou, misschien laten we zeggen over 30, 40 jaar, een vrij goed antwoord hebben op de vraag van is er leven buiten de aarde ontstaan? Mijn persoonlijke invoeling is ja, maar vrij elementair.